Het Waddengebied leent zich uitstekend voor de landbouw. Sterker nog, het geldt als een van de beste landbouwgronden van Europa. Maar de zekerheid van voldoende zoetwateraanvoer wordt bedreigd. Het Waddengebied heeft een ondiepe zoet-zoutovergang in het grondwater. Als de aanvoer van water afneemt, zowel uit het oppervlaktewater als regenwater, kan het zoute water een bedreiging vormen voor de landbouw. Op dit moment is er nog landbouw mogelijk door de aanwezigheid van zoetwaterlensen. Die zoetwaterlensen die drijven op het zoute grondwater. Echt uit recente studies blijkt dat die zoetwaterlensen steeds dunner worden en mogelijk zelfs verdwijnen, met als gevolg verzilting. Met dit project willen we dat tegengaan. Ook klimaatverandering en bodemdaling zorgen dat de rek van het natuurlijke systeem onder druk komt te staan. Om er zeker van te zijn dat er ook in de toekomst nog landbouw gedreven kan worden in dit gebied, moet zoetwaterbeschikbaarheid zeker gesteld worden. Het project Spaarwater, zoals we dat hier uitvoeren in Bresand, is een mooi voorbeeld van het opslaan van hemelwater onder de grond. Dit water kunnen we in droge periode weer gebruiken voor de bloembollen. En daarmee hebben we meteen mooi een gesloten circuit. Dat betekent dat we voldoen aan de opgave vanuit de kaderrichtlijn water. En omdat we de watervraag beperken, hebben we meteen voldaan aan de opgave vanuit het Delta-programma. En dat zijn twee vliegen in één klap. We hebben gekozen om op 4 pilotlocaties in Nederland proeven uit te voeren met innovatieve oplossingen die de beschikbaarheid van zoet water optimaliseren. In Bresand en Borsweer hebben we gekozen voor ondergrondse opslag van zoet water. Er zijn tijden dat het regent in Nederland, veel regent zelfs. Dat regenwater wordt met drains opgevangen die uitmonden in een verzameldrain. Water van voldoende kwaliteit gaat naar de filter. Het schone water wordt ondergronds geïnfiltreerd en duwt zo het zoute grondwater weg. Als er nog gewasbeschermingsmiddelen en bacteriën zoals bruinrot in het water zitten, wordt dit door de bodem schoon gefilterd. In een droge periode, wanneer er niet voldoende zoet water is, kan de agrariër putten uit de ondergrondse opslag onder zijn perceel. Via druppelirrigatie komt het water samen met toegevoegde nutriënten dan bij de planten. In de animatie heeft u kunnen zien hoe het systeem werkt. Maar hier in Bresand is de praktijk. Het hemelwater wordt opgevangen onder de grond in de drains. Het water vanuit de drains wordt verzameld in deze bak. Van hieruit gaat het naar de installatie. We hebben binnen Spaarwater één systeem waarmee we het hemelwater kunnen infiltreren en ook weer oppompen. Hier kunnen we ook zien hoeveel water er is geïnfiltreerd. Via deze druppelslangen wordt het water met de nutriënten op een efficiënte manier toegediend. Een bijkomend voordeel is de afbraak van ziektekiemen in de ondergrond. Bij pootaardappelen bijvoorbeeld wordt niet beregend met oppervlaktewater vanwege de ziekte bruinrot. Wanneer deze bacterie ondergronds afbreekt en verdwijnt, is er dus veel winst te behalen. Ik ben blij dat ik mee moet doen met het project Spaarwater. Omdat ik er al lang van overtuigd ben dat we dus drogere periodes gaan krijgen. En dat we goed moeten zorgen in de kop van het Holland dat we ons eigen water opvangen. En kunnen gebruiken op de tijd dat we het nodig hebben. Maar Spaarwater behelst meer. In Groningen bijvoorbeeld loopt een proef met systeemgerichte drainage. Het doel van deze techniek is de bestrijding van verzilting in de ondergrond. Als zout grondwater bij de gewassenwortels terechtkomt, is er kans op zoutschade. En mogelijk als gevolg daarvan een verminderde jaarlijkse opbrengst. Een ander doel van dit project is het verminderen van de uitspoeling van nutriënten. In de huidige situatie liggen één rij drainagebuizen in de bodem. Hiertussen ontstaan bij voldoende neerslag regenwaterlenzen. In droge perioden is de kans echter groot dat dit water snel verdwijnt. Om dit systeem robuuster te maken, wordt de drainage dieper aangelegd. Hierdoor kan de regenwaterlens dikker worden. De drains monden uit in een regelput en hiermee kan het grondwater in het perceel actief worden opgezet of verlaagd. Het uiteindelijke effect is voldoende zoetwater in een droge periode. Zoetwater is van groot belang voor de gewassen. We hebben hier te maken met zeer vruchtbare grond. Als akkerbouwer zijnde moet je zorgen het maximale rendement te halen uit je gewassen en uit je grond. En je moet er alles aan doen om dat te kunnen optimaliseren. Inmiddels een project als deze kunnen we streven naar het verhogen van de opbrengsten en daardoor meer kunnen exporteren als land. En dat moet de kracht zijn van de Nederlandse landbouwsector. Spaarwater zal nog lopen tot en met 2016. We zetten de voordelen van het project nog één keer op een rijtje. De zoetwaterbeschikbaarheid zal worden veiliggesteld. Er kan efficiënter beregend worden door druppelirrigatie.
de verzilting wordt tegengegaan. Een bijkomend voordeel is dat er minder afspoeling van nutriënten plaatsvindt. En bovendien worden schadelijke bacteriën afgebroken. De 4 proeflocaties zijn representatief voor het hele Waddengebied. Bedenkt u zich eens hoeveel toepasbare kennis er met deze proeven gewonnen kan worden. Afname van het beschikbare zoete water en verzilting van de landbouwgrond is een grote bedreiging voor het voortbestaan van agrarische bedrijven in het Waddengebied. Mede dankzij spaarwater hoort die dreiging binnenkort wellicht tot het verleden.